Een hele goede middag. Ik zei vanmorgen nog, ik kom vast 1 of 2 keer live, maar ik weet niet wat jullie aan het doen zijn. Het is de hele dag druk geweest. Ik moest 4 dozen krijgen. Nee, je raadt het al, van 4 verschillende vrachtbezorgers. Dus het duurde wat langer vandaag. Ik heb zojuist eindelijk alles uit kunnen pakken. Nou ja, 1 doosje na, maar het is wel geprijsd. Dus dat doen we morgen even. Maar wat ik heel graag wilde laten zien, en wat ik ook heel graag wilde, was de mensen bedanken die afgelopen vrijdag, zaterdag of afgelopen week geweest zijn en die mij een kaart gebracht hebben naar aanleiding van mijn actie. Ik was natuurlijk afgelopen vrijdag jarig. En jullie hebben massaal gehoor gegeven, want het was vrijdag loeie loeie druk. Het was zaterdag loeie loeie druk, dus jullie hebben me echt gemist na de vakantie. En ja, laat ik zo zeggen, ik wil jullie even in ieder geval even bedanken. Dus ik ga even het schermpje omdraaien. Kijk, allereerst wil ik, nou ja, goed, de makelaar bedanken. Maar die kwam toevallig wat ophalen op mijn verjaardag. Maar ik kreeg ook een verjaarscadeautje. Dus ik moet zo zeggen, Roos, dankjewel. Die gaat er wel in. Even kijken, nou ja, Tonneke, die was zo lief. Die bracht naast de kaart ook even wat chocolaatjes mee. Dankjewel, Tonneke. Die gaan we lekker oppeuzelen. Hem en Alia kwamen langs en die hadden niet alleen een kaart mee, maar die hadden ook heel veel lekkers mee. Dankjewel. De Ria en de dochter was er. En Ria en de dochter hadden even van deze heerlijke funky cups meegenomen. Altijd lekker. En natuurlijk waren mijn eigen meiden er. Vrijdag werkte Wieve bij me en die had even een leuke memory deskkaartje voor me gemaakt. En ik moet zeggen, ik vind hem superleuk geworden. Dankjewel, Wiever. En Rini had voor mij dit leuke tasje gemaakt. Met een labeltje eraan. En hey, Marlene. En ik kreeg van Marlene nog even wat lekkers. Dus kennelijk weten jullie allemaal dat ik van chocola hou. Ik zou zo zeggen, hazelnoot en melkchocolade. Witte chocolade is mijn favoriet. Dan weten jullie dat voor volgend jaar. Even kijken, dan... Heb ik ook nog wat kaarten gekregen? Ik heb er per post 3 gehad. En dat was er eentje van. Laat ik eens even goed kijken. Hier staan alle kaarten. Ik heb er in ieder geval per post eentje van Marianne Waarts gehad. Eentje van Sylvia de Bruin. En eentje van Jantje Haaisma. Dus meiden, alvast bedenkt, jullie kaart is gewoon aangekomen. Dan heb ik ook nog gekregen. Eentje van Jannie Bregman. Eentje van Tonneke Kaptein, eentje van Rienieke van Spelde, eentje van Jettina Blazer, eentje van Narita Derks, een mooie tekening van Francesca. Even kijken, er staat er eentje van Bianca Hoveling. Nou, die kan ik ophangen als ik het goed had. Dan heb ik van Lia en Herman nog een kaartje gehad. Ik heb van Paulien een kaart gehad. Even kijken, sommige weet ik wel ook waar. Angela had een hele mooie diamond painting kaartje gemaakt. Even kijken, Desiree had een mooie kaart gemaakt. Even kijken, Jacqueline, Chantal. Even kijken, en dan had Toos er nog eentje voor me. Even kijken, Marielle had er nog eentje voor me. En Christa en Thea hadden er nog eentje voor me. Dus jullie zien het. Ik heb jullie allemaal nu genoemd. Al deze leuke kaarten zijn dus sinds vrijdag bij mij in de winkel aangekomen of gebracht. En ik kreeg gisteren dus de laatste. Ik moet zeggen, dankjewel daarvoor. Samen met al dat lekkers gaat het helemaal goed komen. Dus ja, dat stond gepland om vandaag te doen. Dus ik wilde jullie echt heel graag bedanken. Uiteraard is er ontzettend veel binnengekomen. En er is er maar eentje waar ik eigenlijk wat over wil zeggen. En ja, dat zijn deze. Dit zijn kruisjes, stickervelletjes met allemaal kruisjes, als je ze dus goed ziet. Dat heet crosscraft. En daar kan je dan dit soort mooie figuurtjes mee maken. Deze zijn van Nelly. Ja, en ik hoor jullie al denken, er komt er nog één aan. Ja, dat is morgen, dat is de Shine, komen we ook gewoon op terug. Even kijken, als het handigste is dus om je stickervellen de buitenkant eraf te halen, kan je zo die kruisjes oppakken. Als je dan een patroonpapiertje, daar heb ik 6 verschillende van in de winkel liggen. Die krijg je er gewoon, die leg je op je lichtbak. Leg je je kaartje erop. En dan kan je zo die kruisjes oppakken en overbrengen. En voor je het weet heb je zo'n leuke kaart. Uiteraard hebben wij alle 14 kleuren hier al gewoon in de winkel staan.
Dus ze zijn er gewoon echt allemaal. Dat zijn de kruisjes. Je hebt het enige wat je nog nodig hebt is een lichtbak. Deze randjes, deze dijs overigens, die staan er heel leuk bij. En bij de meeste kan je er ook gewoon nog kruisjes inleggen. Dus dat is nog heel erg leuk. Dus die wil ik jullie zonder meer even meegeven. Even kijken. Ik heb geen idee of ik morgen nog even live kan. Want er komt van Studio Light ook iets heel moois aan. Ook soortgelijks. Maar jullie weten jullie dat jullie die patronen onderling kunnen switchen? Dat is nog veel leuker namelijk. Dus je kunt, alles heeft één vakje of één stickertje. Dus dat kan een heleboel patroontjes door elkaar gaan wisselen en uitwisselen. Dus dat is alleen maar leuk. In ieder geval allemaal bedankt voor het kijken. Bedankt als jullie wat gedaan hebben voor mijn verjaardag. Bedankt voor de chocola. Bedankt voor al die mooie kaarten. En ik zou zo zeggen, ik ben de volgende week weer. Of misschien eerder, want je ziet het. Af en toe kom ik er gewoon zomaar even tussendoor en voorbij geschoten. En ik zie jullie morgen weer in de winkel. Of ergens op Facebook. Of ik zie jullie vanzelf. Dag allemaal, fijne avond!